Een 25-jarig vrouw uit Suriname, Gayatri Catherine, is dood aangetroffen in een kamer van het Starlight Hotel in Edward Village aan de westkust van Barbies, Guyana. De politie heeft bevestigd dat haar dood plaatsvond tussen zondag 14 juli en maandag 15 juli 2024. Uit onderzoek blijkt dat Catherine op donderdag 11 juli om 11 uur alleen in hotelkamer 16 incheckte en stond gepland om op maandag 15 juli om 12 uur uit te checken. Tijdens haar verblijf verliet en keerde zij periodiek terug naar het hotel. Op maandag werd ze omstreeks 10 over 5 door het hotelpersoneel bewusteloos aangetroffen in haar kamer. Ze lag met haar gezicht naar beneden op het bed met een witte theekop in de buurt van haar hoofd. Ze was gedeeltelijk gekleed in een BH en een panty. De politie vond twee flessen met een rode substantie, vermoedelijk benzine, nabij het bed in de gootsteen. Een autopsie zal woensdag worden uitgevoerd om de doodsoorzaak vast te stellen. Een nicht van de overledene, Diana Singh, vertelde aan de pers dat Catherine Suriname meer dan een week geleden had verlaten en van plan was enkele dagen bij haar oom in Liverpool Quarantine Barbies door te brengen. De familie had geen contact met haar sinds haar aankomst in Guyana en werd pas op maandag door het hotel geïnformeerd dat haar lichaam levenloos in de hotelkamer was gevonden. Singh vertelde dat Catherine bloed uit haar neus had en dat er bebloede lakens waren. Volgens Singh had haar nicht een verslaving aan het ruiken van benzine, een gewoonte die zich enkele maanden geleden ontwikkelde. Singh vond het vreemd dat Catherine nu is overleden, ondanks dat ze al een tijd deze verslaving had. Singh merkte op dat de WhatsApp van Catherine was gekoppeld aan de telefoon van haar moeder en dat zij gesprekken hadden gezien tussen de overledene en een man terwijl ze in Guyana was. Het slaat nergens op, ze heeft een verslaving aan het ruiken van benzine, maar we denken niet dat ze zichzelf iets zou aandoen, zei Singh. Een onderzoek is gaande om deze precieze omstandigheden rondom haar dood te achterhalen.